Wie je bent, wat je bent, hoe je bent. Iedereen zoekt een plek waar hij of zij welkom is. Sommige mensen hebben door een beperking meer zorg, specialistische zorg en extra begeleiding nodig. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om thuis te blijven wonen. Een woonvorm probeert voor deze mensen een thuis te creëren waar zij de extra zorg en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Esma Attebas van Wooncare for You kan ons uitleggen hoe dat precies in zijn werk gaat. Woonvorm is huis, gezinsleven voor de mensen met een beperking. Binnen de woonvorm kunnen zorgen op maat geleverd worden. Dat wil zeggen 24 uur zorg, kort verblijf en een dagbesteding. Voor de mensen met een beperking wonen in een woonvorm is goed dat ze zich kunnen ontwikkelen. Omdat in de thuissituatie wordt heel veel voor hun gedaan. In een woonvorm wordt het niet alles voor hun gedaan. Het wordt gestimuleerd om zelfredzaamheid te ontwikkelen. Een voorbeeld van dagbesteding: kweken en verbouwen van eigen groenten. Cliënten leren waar voedsel vandaan komt. Dat geeft hun trots gevoel omdat ze zelf gemaakt hebben. En eind van de dag staat een heerlijke maaltijd op tafel. De dagbesteding begint met een stukje onderwijs, ieder op zijn eigen niveau, zodat zij de kennis die ze hebben, dat ze die ook behouden. Na de scholing worden de activiteiten gestart, van luie taarten maken tot het verzorgen van de kippen. Ook wordt er rekening gehouden met de seizoenen. Zo wordt er in de herfst worden er kransen gemaakt van pinda's voor de vogels. En in het voorjaar gaan we leuke schilderijtjes maken van de bloemetjes en de bijtjes. Elke dag is een nieuwe uitdaging voor de cliënten. Er is geen dag hetzelfde. Ik vind het hier heel leuk en gezellig wonen. Ik doe allemaal leuke dingen met mijn vriendinnen. Ja. Dan gaan wij dansen, dan gaan we een beetje loop maken met elkaar. Ja.